Een hele goede middag. Mijn naam is Armin Streekstra. Ik ben hier wederom in het Valkenboskwartier. We zijn vandaag maar eens even binnen gestart, want het weer was niet al te best. We gaan vandaag een leuk dubbel bovenhuis bekijken in de Govert Bitloostraat. Nou, daar was ik hier vorige week ook. Die woning was ook binnen één week verkocht. En mijn verwachting is dat dit leuke dubbel bovenhuis ook volgende week verkocht is. We gaan vandaag, ga ik jullie meenemen tijdens de live video. Aansluitend gaan we een hoop bezichtigingen doen en zaterdag ook nog een tweede serie bezichtigingen. Goed, we gaan naar binnen. Het is niet al te lekker weer. De zomer is nu echt voorbij. Govert Bitloostraat, rustige straat in het Valkenboskwartier. Aan het einde van de straat hadden we die leuke parterre woning die nu nog wel op de site te vinden is, maar inmiddels ook verkocht is. En we gaan dit leuke dubbelbovenhuis verkopen. Mochten jullie tijdens de video vragen hebben, laat het me weten. Ik probeer ze te beantwoorden. Soms is het lastig, maar ik probeer het wel. Trap naar boven. Maar voordat we de trap gaan beklimmen, eerst nog even de meterkast. 6 groepen, 2 aardlek, inmiddels slimme meters. De wanden hier in de trap naar boven zijn strak gestuukt. En dan komen we op de eerste etage. Met onder andere de eetkamer. Nou, we kwamen dus bij deze trap kwamen naar boven. Dan komen we op de overloop. Met zometeen de trap naar de tweede etage. En hier bij de overloop hebben we gelijk twee kasten. Eén kast is in gebruik voor de wasmachine en de droger. En in de gang tevens het toilet. Mechanische ventilatie. Goed, mijn naam is Armin, ik ben van Divamakelaars. En tegenwoordig starten we bijna alle woningen met een live video. Zodat jullie gelijk een eerste indruk kunnen krijgen zonder dat we met elkaar in contact komen. Mochten jullie naar aanleiding van deze video de woning eventueel willen bezichtigen. Nou, we gaan vandaag een groot aantal bezichtigingen doen. Maar ik ben hier zaterdag ook nog. Nou is de kans heel groot dat het niet meer mogelijk is om een afspraak te maken. Omdat we namelijk bij 40 afspraken gaan we stoppen. En het is wel mogelijk om op basis van de foto's, de plattegronden, deze live video eventueel een bod uit te brengen. Mocht u behoren tot de hogere biedingen, dan ga ik u uiteraard nog uitnodigen. Nou, mijn koffie staat klaar. Ik ben hier vandaag tot 7 uur vanavond. En je kan altijd proberen om even naar kantoor te bellen om te kijken of er eventueel nog een plekje is. Soms wil iemand wel eens op het laatste moment afzeggen, omdat hij in de file staat. En dan bent u uiteraard nog van harte welkom. De woonkamer. Aan de voorzijde 3 grote ramen. Vroeger was het een kleine voorzijkamer. Nou, die is nu bij de woonkamer betrokken, waardoor je een prachtige mooie voorkamer krijgt met veel lichtinval. Maar mocht je echt een extra slaapkamer nodig hebben, dan kan je hier prima een scheidingswand weer inzetten. En dan zouden we uitkomen op 4 slaapkamers. We hebben er nu 3. Met deze gezellige zijkamer erbij. Prima geschikt als speelkamer. Speelhoek. Nou, het gezin is hier opgegroeid met 2 jonge kinderen. Dat is de reden waarom ze gaan verhuizen. Vaak een standaardvraag van, joh, waarom gaat iemand verhuizen? Nou, ze hebben hier heel veel plezier gewoond. Alleen op een gegeven moment als de kinderen groter worden, dan
ja, wil je soms door naar een eensgezinswoning en daar is hier sprake van. Laminaat op de vloer. Wanden voorzien van behang hier in de woonkamer. Het ziet er wel heel strak uit. Ik denk bijna dat het gestukt is. En ook aan de achterzijde kunststof. In het hoekje is de keuken verscholen. Spoelbak. Vaatwasser. Oven. 5 pits gas. Afzuigkap. En uiteraard een koelkast. En daaronder de vriezer. Nou, het fijne van dit huis is dat je gelijk vanuit de keuken een deur naar het eerste terras hebt. We hebben 2 terrassen. We hebben ook nog een magnetron hier aan de zijkant. We hebben 2 terrassen en dit is toch wel een heel heerlijk terras. Alleen het weer werkt niet helemaal mee. Achterin een lekkere loungehoek. Tafeltje, kist met de kussens. Dan ga je er toch eventjes de achterzijde laten zien. Alhoewel een vieze snetmiezel is. Dit is de achterzijde van de woning. De buren hebben zelfs nog een stukje uitgebouwd. Dit is de eerste etage. En we gaan zo meteen ook nog even naar de 2e etage. Nou, je ziet dat het schilderwerk boven, dat kan er wel een likje verf gebruiken. Maar voor de rest is de staat van onderhoud is prima. Eetkamer dus. De woonkamer. En op de 1e etage de keuken, een toilet en de wasmachineruimte. Gaan we de trap naar boven. We gaan naar de 2e etage. Er zitten veel inbouwsportjes in het huis. Nou, traphekjes voor de kinderen. Wederom een overloop. We hebben 3 slaapkamers. We beginnen hier met de kleinste kamer. Op zich een prima slaapkamer voor de kinderen. Ook hier ligt de laminaat op de vloer. Aan de voorzijde een 2e slaapkamer. Die is wel lekker ruim. Kan een goed 2-persoonsbed kan erin. En in dit geval is die in gebruik als kastenkamer. CV-ketel 2009, aparte kast. En aan het einde van de overloop hebben we de badkamer. Voorzien van douche. Wastafel. En ook hier weer kunststof kozijnen. Aan het einde van de straat hebben we nog een leuke speeltuin. Nou, de Albert Heijn zit natuurlijk om de hoek. Een grote. Ja, dicht bij de Varenheidstraat. Best wel redelijk dicht ook bij het strand. Openbaar vervoer.
Ja, best een fantastisch huis. 3 slaapkamers, grote woonkamer. En nog een derde slaapkamer hier op de topetage. En het leuke van deze slaapkamer is dat je hier ook toegang tot het terras hebt. Uitzicht vanaf het balkon boven. Dan kijken we op ons eigen balkon op de eerste etage met een lekkere zithoek. Nou, de buren zien er ook keurig netjes uit. Kortom, een fantastisch dubbelbovenhuis. Ik moet erbij zeggen dat hierboven het schilderwerk wat wensen overlaat. Het zou eigenlijk dit stukje zou even vervangen moeten worden door kereliet. Ik denk dat dat voor de rest wel reuze meevalt. En heb je een fantastisch leuk dubbelbovenhuis. Mijn naam is Armin Streekstra, ik ben van Diva Makelaars. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze video, bel naar kantoor 070-448-3160. 070, oh, daar ging het bord. 448-3160. Bedankt voor het kijken. Wie weet tot ziens. We krijgen wederom weer leuke woningen in de verkoop. Mocht u verkoopplannen, bel mij gerust. Ik merk dat heel veel mensen het heel erg fijn vinden om met de Facebook Live video te starten. Niet heel veel makelaars doen dat. Wij doen dat wel. Het kost extra tijd, extra moeite. Maar het levert wel heel veel kijkers op. En het levert ook heel veel kopers op. Dus mocht u een woning willen verkopen, bel me gerust. Tot ziens.